What a beauty! Wat een fantastische goal! Het is gebeurd! Oh, het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ongelooflijk! Prachtige aanval, prachtige voorzet. De handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk, Gert. Dag iedereen, van harte welkom bij de Champions Club. We gaan vooruitblikken op de laatste vier heenwedstrijden van de achtste finales van de UEFA Champions League. En vandaag doen we dat met Michael van Varenberg, sportjournalist bij Eleven, bij Pick Sports, bij ons dus, bij Sportza, bij De Morgen ook denk ik. Vergeet ik nog iets? Ja. Nee. Nee. Goed, en recht tegenover hem zit een gevierd acteur de laatste tijd, meer en meer op uw scherm, ook op de Belgische televisie. Glad ijs, Billy en Benjamin, grond. Ik heb het over Ward Kermans, die ook bekend staat als notoire supporter van Manchester United. Dag Ward, dag Michael. Hey Nicola. Ja Ward, ik begin met jou. Het is de tweede week op rij dat een van onze gasten veel moeite moet doen om hier te geraken. Mm-hmm. Of kom je niet uit Nederland vandaag? Jawel. Ja, want daar woon je, Amsterdam. Ja, ik woon in Amsterdam. Maar ik heb ook mijn roots liggen in Mechelen. Dus ik ben ook vaak hier, ook voor werk. Ik werk voornamelijk in België. Maar Amsterdam niet bij de deur, hè. Toch 2 uur, 2,5 uur. Kijk eens aan. Wel, kijk, vorige week was het ook het geval, toen met Willem Haak. Je hebt een training aan van Manchester United, dat zegt het al, hè. Jij bent fan van United. Ja. Die hard fan. Die hard, echt. Kort gezegd, ik heb veel neven. Mijn oudste neef was destijds, toen ik 8 was, was hij 18, United fan, gaf mij een bloesje. Zo willekeurig is het begonnen. Maar ik ben echt doorgeslaan tot half abonnementhouder. Ik volg ze altijd, elke week over. Ja, dat betekent dat je gisteren ook gekeken hebt naar de match tegen Leeds. Zeker. All right, daar gaan we het straks over hebben. Michael, kende je Ward voor ik je zei dat hij fan van was United en dat hij zou komen? Heb je zijn werk al bekeken? Ik heb zijn werk al wel bekeken, maar ik moet wel bekennen, pas nadat ik wist dat hij kwam. Ik heb de eerste aflevering gezien. Je stuurde me vrijdagavond, kort voor middernacht, Michael, dus je bent er wel mee bezig, een foto. Je was naar iets aan het kijken. Ik was naar de eerste aflevering van Billy versus Benjamin aan het kijken. Ja. Ik moet zeggen, het smaakte naar meer. Dus, ja. Dankjewel. Maar de rest zit achter streams, denk ik. Hè? Of heb je dat? Ik heb streams. Oké, dan kan je verder kijken. Goed. Ben ik nog series vergeten, Ward? Of films? Er was ook nog een film, hè, dacht ik, die eraan kwam. Wij zijn bijna begonnen met de voorbereidingen van de eerste Belgische original Netflix-film. Oké. Okay. Waar ik in mee ga spelen. Ja. Hoe heet die? Mogen we dat dan? Noise. Is denk ik de werktitel, maar ik denk dat het wel de officiële titel wordt. Okay. Dat weet ik nog niet zeker, ja. Daar gaan we binnenkort mee van start. En die komt uit wanneer? Geen idee. Dat zal nog even dat duren. Dat zal zeker nog een jaar duren. Ja. Alright. Okay. Maar goed, je zit er dus voornamelijk voor je andere passie, Manchester United. Half abonnee, zeg je. Hoe vaak ga je dan naar Old Trafford? Dat valt ook wel mee, hoor. Als ik nu zeg, ik probeer 4-5 keer per jaar live te gaan kijken. Ja. Dat is toch wel de moeite, hè? Dat is zeker de moeite, want ja, ik werk ook, ik heb een kindje, ik heb nog wel wat andere dingen te doen. En zeker als je dan ook af en toe theater doet, dan ben ik in het weekend ook bezet. Maar dat is het streven. Ja. Is het ook zo dat je bijvoorbeeld bij Boxing Day die periode probeert te gaan? Want veel mensen proberen dan in die periode te gaan. Dan ga ik altijd. Okay. Dan is het de Red Army Christmas Party. En daar, zelfs daar word ik al op uitgenodigd. Dus vertel ons meer, want ik ken het niet. Dat is de oude garde, zware, serieuze United-fans die ik heb leren kennen in Amsterdam. Dus mijn grote groep vrienden daar, ik heb twee handvol echt goede vrienden die ik al jaren ken. Die zijn 60, 70. Echt waar? Ja, dus die hebben het allemaal voor ons verpest, daarom dat het nu allemaal zo streng is. En zo. Dat zijn de hooligans van toen. Goeie varkens geweest, maar fantastische gasten. En half abonnement, er is geen abonnement op mijn naam, dat kan niet. Dat gaat van familie op familie. Ik denk dat je bij City morgen zelfs nog een abonnement kunt kopen, maar bij United is dat wel lastiger. Dat is al even een steekje onder water. Maar ik koop nooit kaarten, dus zij fixen dan een abonnement voor mij. Alright. En die mannen heb je leren kennen in Engeland dan? In Amsterdam. Die oude garden zijn Nederlanders? Nee. We speelden toen tegen Feyenoord. Oké, op die manier. Ja. Schitterend. Kijk eens aan, Michael. Ja. Had jij er al van gehoord? De Red Army Christmas Party? Nee. Maar ik vind het wel straf dat hij nog altijd 4 à 5 keer per jaar gaat. Nu het de laatste jaren toch net iets minder gaat. Niet geweest. Niet kunnen gaan. De laatste COVID, 2 jaar door corona niet geweest. Ja. Twee keer geprobeerd. Als je dan terug kan gaan, zal het niveau misschien weer omhoog gaan. Ja, laten we hopen. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Michael, je bent generatiegenoot zo ongeveer. Jij hebt een beetje sympathie voor een andere club uit de Premier League. Hè? Ik weet niet of jullie het gaan kunnen vinden met elkaar. Jawel. Arsène Wenger en Alex Ferguson, die zijn uiteindelijk ook
ja, naar elkaar toe gegroeid over de jaren, dus waarom niet? We gaan eens luisteren, Bart, naar het moment dat jou heeft aangezet om echt die passie er helemaal in te krijgen. Hè? De passie voor Manchester United. Daarvoor moeten we wel even terug in de tijd. Schmeichel's inside the Munich penalty here. Beckham crosses, Sobenstein, Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, King shoots, Sheringham equalizes! Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United! Beckham crosses from the left. Right footed, it's a clear header, and it's lifted into the net! Solskjaer has won the European Cup for Manchester United! It's absolutely astonishing! It was Sheringham who headed it on, and Solskjaer stabbed the ball with his right foot into the roof of the net, and Manchester United rule Europe! I don't believe it, but it's happened! Ja, een redelijk onvergetelijk moment. Het was BBC-commentaar van de Champions League finale van 1999. Gewonnen in de slotfase door United. Wat deed dat toen met jou en wat doet het nu met jou als je het terug hoort? Ik bekijk het af en toe. Als ik me niet goed voel, is het een van mijn eerste opbeurmomenten. Ik kan meezeggen. Ik was 11 en er was toen nog geen betaalzenders met voetbal. Dus ik had de Champions League als ze uitgezonden worden. En ik piste mezelf wakker s'nachts om dat match op de day te kijken in het weekend. Dat was hoe ik dan voetbal keek. Ja, ik was aan het wenen bij de 1-1 dat mijn moeder tegen mij zei... Hoe kan dit? Een Engelse club, een 11-jarige Mechelaar, dit teweeg brengt. Ik weet dat niet. Ik was zo op van de zenuwen ook. Dat was een zenuwslopende wedstrijd. Bal op de lat nog van Janker. Dus eigenlijk hadden we 2-0 achter moeten staan. En dan gebeurt dit. Ja. Dat was gestoord. En heb je dit gevoel ooit voor een Belgische club gehad? Of? KV Mechelen. Toch ook? Ja. Ik ga van mijn 5 jaar naar KV Mechelen kijken. Met mijn grootvader wel. Ja. En dat is natuurlijk... Ook mijn liefde. Ja, dat probeer je nu ook nog te doen? Want kom je daarvoor uit Nederland? Als ik dan een keer... Nee. Ja. Dat doe ik niet meer. Maar dat vind ik wel jammer. Ik ben dit jaar, dit seizoen, maar 2 keer gaan kijken. En dat is eigenlijk veel te weinig. Dat is mijn laagtepunt ook. Maar ook met COVID, halve stadion, mondmaskers aan. Geen uitfans. Dan ben ik ook al minder gemotiveerd om te gaan. Ja. Maar deze finale 1999... Het is even geleden natuurlijk. Ja. Je bent begonnen op een topmoment met je fandom, zeg maar. Dat zal er zeker ook, dat zal ook geholpen hebben, hè, om fan te worden natuurlijk. Ik ben geen successupporter, want kijk, ik ben nog steeds... Het wordt alleen maar erger. maar als Arsenal-supporter leef ik mee. Ja, voilà, kijk, het is hetzelfde herkenbaar. Straatje. Ja, voor de Gunners. Ja. Ja. Alright, goed. Zometeen gaan we echt nog wel verder praten over United. We gaan het programma van deze week in de 8e finales er al even bij pakken. Met ook de uitslagen van vorige week nog eens te vermelden. Natuurlijk PSG Real Madrid toen 1-0. Late goal Mbappé. Sporting Man City 0-5. Helaas Salzburg Bayern München was 1-1. En Inter Liverpool, hele goede match. Maar Liverpool was efficiënter 0-2. Deze week, morgen op dinsdag Chelsea tegen Lille. Daar gaat Michael naartoe met Wim de Koning. Villarreal tegen Juventus is er ook. Woensdag dan Atletico United. Over die match gaan we tussen uitgebreid hebben. En Benfica tegen Ajax. Dat is ook nog wel een mooie affiche natuurlijk. Goed, dan stel ik voor dat we gewoon doorprikken naar de wedstrijd waar we het meeste gaan over praten vandaag. Affiche van de week. Ja, Atletico Madrid tegen Manchester United. Michael, je bent uiteraard ook Spanje-kenner, dus je kunt ons straks alles vertellen over Atleti. Maar Bart, United heeft nu gewonnen afgelopen weekend. Gisteren van Leeds heeft op de midweekspeeldag Brighton verslagen. 6-6 groeien ze naar het goede moment toe om tegen Atletico te spelen. Hoe zie je dat vormpeil? Het zou kunnen. Ik heb nog altijd het idee dat we, ook met Ranjek is er nog twee maanden, dat we nog niet... Dat we nog iets gaan laten zien dit seizoen. Dat idee heb ik wel. Dat het nog wel gaat in elkaar passen en dat we nog wel... Ik denk top 4, dat zijn nog wel streven dat ik in geloof. Ja. Maar ja, Atletico Madrid, ook een gewoon dier. Hè? En die zijn ook nu toch terug al de laatste weken gewoon aan het voetballen. Of niet echt. Aan het winnen. Ja, nee, gisteren hebben ze gewonnen tegen Osasuna. Of 0-3, dit weekend alleszins. Ja. Maar Osasuna verliest altijd van Atletico. Maar dan had hij de topper tegen Barcelona. Waar ze toch echt wel zwarte sneeuw zagen in de eerste helft. Dus, en ook verloren vorige week tegen de laatste in de stand. Tegen Levante, maar dat is ook een beetje het zwarte beest van Atletico. Dus daar verliezen ze elk jaar wel van. Maar thuis, dat is toch niet echt... Dat gebeurt niet al te vaak. Maar wat mij vooral stoort, is dat Simeone het gewoon niet meer weet. Hij gooit zijn ploeg tactisch constant om.
heeft soms rare kronkels om wissels door te voeren. Vaak is João Félix dan het slachtoffer. Dat heeft één keer al eens goed gewerkt tegen Valencia, waar ze ook last minute nog weten te winnen. Twee goals zelfs maken in de laatste minuten. Via Mario Hermoso, die een beetje zo aanvallend gezien de talisman aan het worden is, maar verdedigend dan weer heel veel steken laat vallen. Dus daar ligt zeker kansen voor Manchester United. Ja. Maar ja, Atletico, sorry, maar die hebben sinds de jaren 50 niet meer hun titel kunnen verdedigen. Dus geen twee seizoenen na elkaar. En ik had er goede hoop op dat dat nu ging lukken. Maar dan zie je het als een kaartenhuis in elkaar stuiken. Het is echt bij momenten echt schandalig slecht. Hè? En toch, Michael, heb jij vorige week, toen jou gevraagd werd wie gaat de Champions League winnen? Dat gaat niet over de competitie. Atletico, dus, ik weet het. Atletico Madrid. Ik heb er nog met Wesley Song gisteren over gepraat. Want die had blijkbaar in de Multilife mij een beetje uitgelachen. Omdat ik daarvoor gekozen had. Maar ik heb een hart voor Atletico. Maar ik dacht, ik ga toch tactisch slim spelen. En alle andere collega's, ja, niemand daarvan gaat op Atletico stemmen. Nee. Dus als er dan iets te winnen valt, moet ik dan die delen met iemand anders. Dus heb ik de grote buit. Het is vooral voor de eer, Michael, moet je teleurstellen. Maar United is gisteren 2-4 gewonnen tegen Leeds. Ik ga ervan uit dat je die wedstrijd dan gewoon achter je tv hebt gezien. In de pub. Oké, okay, ook. In een Man United pub in Amsterdam. Ja. Die bestaat? Van een vriend van mij, die uit Manchester is gekomen. Is jammer genoeg vorig jaar overleden, Terry Lawless. Maar die heeft sinds de jaren 70 een pub in Amsterdam, de Flying Dutchman, aan het Martelaarsgracht, aan het station. En dat is proper United. Ja. Oké, okay, goed om te weten. Ja, moet u misschien eens op bezoek komen voor een reportage dan of zo? Ja, zeker. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik dacht in het begin, oh my god, die vlammen over ons, puur op hart. Leeds, voor de eerste keer sinds mensenheugenis thuis tegen United met fans, want vorig jaar was het een beetje de hate game ook, hè? De Roses Derby. Wist je dat, dat het zo'n rivaliteit was? Ja, maar ze gaan dan terug historisch naar de Lancashire War, maar dat denk ik dat... Dat is lang geleden. Het gaat over de jaren 70, toen ze allebei de titelkandidaten waren. Daar komt het vandaan. En het is op een scheet van elkaar, dus dat helpt ook, van een derby. Ik vond ons in de wedstrijd komen, ik dacht bij 2-0, boeken dicht. Ik denk nu erover. Maar, zoals de laatste maanden altijd, het is nooit gedaan met ons. Wij kunnen geen wedstrijd... De nul houden is het doodmaken. Doodmaken. En we hebben ook niet de ploeg om te gaan verdedigen. Ik was al blij dat het 2-0 was, maar dan op de menu 2-2 en ik werd echt... Hoe reageer je dan? Ik zie het nu nog dat je een beetje aan het stressen bent. Ja, dan word ik echt... Het is ook wel zo op typische ongelukkige manier dat United dit seizoen veelvuldig meemaakt. Hè? Rodrigo, die geeft een voorzet en die waakt gewoon binnen voor Ben De Gea. Klopt, En dan de tweede goal, Michael, daar zei je van Shaw niet al te verdedigd. Ik vond Shaw daar Rafinha niet goed volgde aan de tweede paal, eerlijk gezegd. Vond ik ook. Ja. Shaw en Wan-Bissaka, allebei weer door het ijs gezakt. Ja. Daar heeft Rangnick toch al heel snel gezien. Als ik kan, speel ik met Telles en met Dalot. Want die andere twee, ik weet niet wat, als die een Engels shirt aan doen, zijn dat, is dat Roberto Shaw Roberto, of hoe noemen ze hem dan? En de anderen ook. En bij ons is dat zo wisselvallig. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ja, ik zie hem niet vaak terug als hij voor ons speelt. Nee, dat is waar. Twee seizoenen geleden was hij fantastisch. En vorig seizoen en daarna nooit meer. Uiteindelijk wel nog gewonnen, want nog 2-3 en 2-4 geworden. Sancho was man van de match. Was dat de eerste keer, twee assists ook, dat waren zijn eerste assists in de competitie, dat je dacht van oké, dit is de man waarvoor we zoveel hebben betaald? Al een tijdje, al een paar matchen. Ik vind hem de man van de maand wel. Okay. Ik vind dat hem wel echt, misschien doordat Greenwood in de gevangenis zit, dat hij zoiets heeft van een concurrent minder. Ik krijg mijn kansen nu. Maar ik vind hem loskomen. Hij probeert, hij durft. Ja, ik daar ook niet gewoon een klein beetje mee te maken? De Duitse school, hij heeft altijd bij Dortmund gespeeld, dus misschien dat dat ook wel helpt. Ja, misschien. Ja, maar in het begin was hem toch zeer wisselvallig. En dan werd hem ook vaak gewisseld, waardoor ik dacht, dat is een gast van 21 met die druk van die 85 miljoen. Want dat is het probleem bij United ook. Ze kopen altijd grote gevestigde waarden, de Pogba's, de Maguire's, los het op. Mm-hmm. En dan komen die met zo'n druk... En zeker zo'n jong manneke. Maar ik ben wel fan. Ik vind dat hij rustig overkomt, niet te veel streken heeft. Jesse Lingard mag naar gisteren starten. De eerste keer sinds januari 2020. Ja, ik snap het ook wel dat het een pist is dat hem nu niet bij West Ham zit, want ze hadden hem kunnen verkopen. Maar hij gaat dan, omdat Greenwood dan mag hem dus niet meer weg. Maar dan komt hij op Leeds. Met zo'n gezicht al, dat ik denk van, daar zijn wij dan gevoelig voor. Dan denk ik, come on, gast. Ja, daar heb ik niet op gelet, eerlijk gezegd. Had er weinig zin in. Ja, en Rashford heeft dat ook. Er zijn een paar spelers waar ik van denk, je staat al op -1. Vroeger hadden we Roy Keane in de dugout, die keken we aan. Gary Neville onder ons, come on. Ja. En nu is dat zo...
timide. Nee, we zijn Man United, come on. Nou, de karakterspeler. Die... Komen we bij een probleempunt? We hebben het er al over gehad ook, Michael. Gebrek aan leiders, hè? Echte mannen die opstaan. Ja. Maguire is onze kapitein, zegt genoeg, hè? Ja. Ik snap nu ook, als je die een band afpakt, dan is hem al helemaal niks meer waard, denk ik, want dan is hem nog zo groot. Qua vertrouwen. Ja. Maar inderdaad, ja, nee, ik zou alles doen om Roy Keane terug in die ploeg te krijgen. Dat was het thema vorige week, hè? De captaincy. Ragnik kreeg er vragen over, ook op de persconferentie. Het zou zo zijn dat er in de kleedkamer mensen zijn, spelers zijn, die Ronaldo die band willen geven. Ronaldo zal hem zelf ook wel niet weigeren, mocht hij hem krijgen. Maar Ragnik heeft dan gezegd, nee, we gaan dat niet doen, minstens tot het einde van het seizoen. Zolang is Ragnik er zelf ook. Is het Maguire? Logisch? Ik zie in Ronaldo ook niet echt de man die de echte aanvoerder moet zijn. Dus hij zal wel de leider in de kleedkamer zijn, maar ik heb niet het gevoel dat hij per se, buiten dan bij Portugal, de echte kapitein wil zijn. Hij wil wel degene zijn waarnaar iedereen naar kijkt en hij zal wel alle ballen opeisen, maar op die aanvoerdersband, ik denk niet dat hij daar wakker van ligt. Ja, ik volg je wel. Wat denk jij ervan, Bart? Ik was begin februari weer in München om de Busby Babes te herinneren. Daar gaan we elk jaar naartoe, met de locals dus. En zij hadden het er ook over de body language van Ronaldo. Mm-hmm. Je hebt jonge gasten, Elanga naast u staan, Sancho. En als die een keer iets proberen en dat mislukt, dan zie ik hem echt. Maar dat is al jaren zijn probleem. De jonge Ronaldo zelf... Die probeerde 27 overstapjes en dan de bal kwijt, inderdaad. Dan denk ik, dat zijn de kleine dingen dat... Geeft hem die kapiteinsband? Oké, I don't care, maar dan mag dat niet gebeuren. Dat zou eigenlijk niet mogen. Of om te goed willen doen van ik moet hem vinden, ik moet hier een koningsduo worden met een held. Ik snap het wel, dat is wel menselijk, maar het is niet voordelig voor de club. Dus de vraag is nu, dat zeiden dus mijn vrienden toen in München, is het een goede transfer geweest? Ja. Ik zeg nog altijd van wel, waarom? We spelen nu tegen Atletico en dat is natuurlijk... Ja, inderdaad. Een geliefkoosd doelwit de voorbije jaren natuurlijk. Er was een column deze week, heb ik gezien, van Jamie Carragher in The Guardian. En die schreef het inderdaad neer. Ronaldo is not the future for United. They should never have re-signed him. Wat is je persoonlijke mening dan? Je twijfelt toch nog. Je zit nu aan 9 competitiegoals, hè? Ja, ik dacht wat dat Solskjaer aan het proberen was om met 3 snelle... aanvallers, de Greenwoods, de Rashfords, de Sancho's. Sancho wou hem echt al vorig jaar hebben, Solskjaer, om dan ze te laten komen en bekam countervoetbal, zelfs als een topclub, te counter op de snelheid. Ja, als je dan Ronaldo pakt, dan duikt heel dat systeem in elkaar. Ja. Dus daar heb ik wel vragen bij. Langs de andere kant was ik natuurlijk wel ook mee met de hype van hij is terug thuis. Weet je, de symboliek, de emotie speelt mee. En het is iemand die wel vecht, hè? Al is het vaak misschien ook voor zijn eigen, maar het is ook nog wel clubliefde. En zolang dat Ferguson in het stadion zit, is zijn voetbalvader er nog om hem scherp te houden. Ja. Hij was ook gewoon gefrustreerd dat hem 5 matchen zonder goal, het langste sinds 2000, zijn tweede jaar bij Madrid, denk ik. Ja. Hij past ook niet echt in het Ranjik voetbal. Pressing, nee. Nee, dat was in het begin ook de kritiek op hem, dat hij gewoon daar niet aan meedeed. Hij was 37, je kunt hem ook niet kwalijk nemen. Bekend. Nee, Messi doet dat ook niet, die zou ook niet passen in het Ranjik voetbal. Maar Ronaldo is toch nog fit genoeg, denk ik, om het wel te kunnen. Intrinsiek. Ja, misschien wel. Die gaat af en toe jagen, maar dan is het niet consequent. En hij vraagt echt om constant die gegenpress te doen, maar dat zie ik bij veel spelers nog niet terug, hoor. Pogba is ook geen... Nee, dat klopt wel. Michael, je hebt Ronaldo een paar keer aan het werk gezien in de groepsfase. We gaan eens luisteren naar een fragmentje van een van die wedstrijden waar hij bij was. In de dying seconds, hier op Old Trafford, de voorzet van Fred, nog afgelegd met het hoofd. En dan Ronaldo! Ja! Cristiano Ronaldo! Niet te geloven! Ja, dat was tegen Villarreal, de thuiswedstrijd. Mm-hmm. Ik herinner me, we hebben een paar keer gebeld, ook voor de terugvlucht. Je zei toen... hij neemt eigenlijk bijna niet deel aan het spel, maar in het slot scoort hij wel altijd. Ja, en zo maak je jezelf uiteraard onmisbaar. Hè? Dus zeker in de Champions League heeft hij toch bewezen dat hij op de belangrijke momenten nog altijd staat. En dat je eigenlijk ook daarom niet omheen kan. Hè? Ik denk dat Ranjik wel eens durft hem op de bank zetten of hem eventueel naar de kant te halen. Wat coaches de voorbije seizoenen misschien net iets minder durfden met Cristiano Ronaldo. Maar in die prangende momenten zou ik hem wel altijd zetten. Gewoon. Ja, hij heeft dan een halve kans genoeg om te scoren. Ja. Nog altijd, ondanks zijn betrekkelijke leeftijd. Er is geen luxe in de spits ook, naast Ronaldo. Ja, Cavani die is heel vaak geblesseerd. Mm-hmm. Dus niet meer de jongste, uiteraard. Ja, inderdaad. Ja. 35. Ja.
Ja, nee. Wat is jouw ideale elf eigenlijk voor United als iedereen fit is? De Gea in goal. En dan zou ik toch even meegaan met Ranjik. Dus Dalot en Telles op de flanken. En dan centraal vannacht zet ik Varaan en Lindelof. Mm-hmm. Geen Maguire. Dus nee. Ja. Okay. Nee, ik vind hem te veel flateren. Hij scoorde gisteren. Kopbalgoal, zijn eerste van het seizoen ook. Zijn eerste, ja, onze eerste corner sinds Igalo. Ja. Maar ja, het was hoeveel wedstrijden? Ik heb het ergens zien passeren. 138 hoekschoppen geleden. Ja, was dat nog voor corona? Of, ja, ja. Ja. Dat was toen het begon, want hij kwam dan van China. Dat zijn de fans dan. Wie zou ik dan op middenveld zetten? Ik vind McTominay, voorlopig armoede, hè, centrale middenvelders. Fred gaat ervoor, maar net niet de kwaliteit om echt een Fabinho te zijn. Maar ik zou toch voor McTominay gaan met Bruno en Pogba. Mm-hmm, en, dan okay, en dan zou ik Sancho op de flank zetten. Met voorlopig nu Elanga en Ronaldo diep. Ja, alright. Pogba in de basis. Michael, dat hoor je graag, denk ik. Ik vind dat hij te veel met alle zonden van Israël wordt overladen. Ja, ik vind dat ook. Oké, okay, ja. Verdedig hem maar, jongens. Ja. Je kunt er niet omheen dat dat nog altijd een van 's werelds beste centrale middenvelders is. Het is moeilijk om te zeggen, zou je hem als verdedigende middenvelder kunnen gebruiken? Ik denk bij United niet. Maar als een soort, tussen pion, tussen verdediging en aanval, zie ik hem wel schitteren. En wat hij soms met de bal aan de voet doet, hij heeft ideeën die anderen niet hebben. Dat is waar. Ook Bruno Fernandes heeft dat. Hè. En ik denk dat die, in theorie zou die een gigantisch leuke wisselwerking moeten krijgen, maar dat komt er nog iets te weinig uit. En je ziet ook Pogba bij Les Bleus, bij de Franse nationale ploeg, wel dat niveau van enkele jaren geleden halen. Hè. Maar ja, ik ben ook wel ervan overtuigd dat hij misschien andere lucht moet opsnuiven voor we weer in clubverband de allerbeste Pogba gaan zien. Ik heb een abonnement liever op de Daily Telegraph. Daarin stond vanmorgen, zijn eerste helft was wereldklasse, de tweede helft was hij onzichtbaar en werd hij gewisseld. Het is de perfecte samenvatting van zijn periode bij United. Ja, klopt. Maar kan je daar nog iets aan veranderen? Hij is einde contract, hij gaat vertrekken. Dan gaat hij weer transfervrij vertrekken. Voor de tweede keer. En we hebben er 100 miljoen voor betaald om terug te halen. Dat is naar Turijn en dan nog eens terughalen binnen enkele jaren. Ja, ik vind, wat aan mij zo stoort, is dat al die fans, die vrienden van mij, die dat dan die oude garde, hij heeft weer zijn haar aan. Dan denk ik, Leston B, dat boeit mij nu eens niet. Maar er is inderdaad iets met hem. Hij oogt mij ook niet fantastisch gelukkig. Hij komt dan nu terug uit een blessure, was even weg. We zitten in de shit, dat is dan lekkerder voetballen dan... Maar hij is een makkelijke schietschijf omwille van dat extravagante... Exact, en zijn kwaliteit. Dat maakt hem voor mij net interessant als figuur. Dus. Daarom hebben we kans tegen Atletico. Ja, ik denk het wel, maar dan het gaat komen van Pogba voor mij of en Ronaldo. Alright, goed. Wat is jouw slotconclusie? Hebben ze kans? Of gaat United eruit tegen jouw eindwinnaar Atletico? Nee, want anders zou ik hebben gelogen natuurlijk. Maar ik zie Atletico over twee wedstrijden gewoon... op een heel lelijke manier, een beetje zoals ze eigenlijk dat ticket in de wacht hebben kunnen slepen voor de knock-outfase tegen Porto, door een soort van akkefietje te instigeren. Dat lukt ook, denk ik wel, met een paar spelers van Manchester United die je wel af en toe eens kan laten ontploffen. En het zal op die manier moeten gebeuren, niet op de vlot voetballende manier, tenzij dat Carrasco... en zich weer ontpopt Maar Carrasco is geschorst, hè? Ja, dus dat kan niet, hè? Dus die is er drie wedstrijden niet bij. Helaas. Maar dus denk ik dat het wel moet komen dan van een flits van João Félix of Suárez, die van aan de middellijn scoort, zoals we spreken, zoals dit weekend. En voor de rest zal het knokken, vechten zijn tot de laatste snik. En waarschijnlijk net met een doelpuntje verschil kunnen winnen. Hè? Dus, Wart? We gaan het zien, hè. We gaan het zien. Maar jij zult in elk geval mee leven, dat heb ik al gemerkt. Goed, we gaan even schakelen naar een andere affiche. We gaan het hebben over Chelsea tegen Lille. Want dat is een duel waarin er mogelijk meerdere landgenoten in actie komen. Eentje ervan speelt al in de Premier League en een andere heeft misschien wel het ideale profiel om daar later terecht te komen. Belg van de Week. Ja, het zou misschien de evidentie zijn dat we kiezen voor Lukaku, maar ik denk dat we daar nog tijd voor zullen hebben. Chelsea is favoriet als titelverdediger tegen Lille. Dan gaan we het hebben over Amadou Onana. Lille is 11e in de Franse competitie en onze landgenoot heeft hij het perfecte profiel voor de Premier League, Michael? Op termijn wel, ja. Ik denk dat 20 hij nu... jaar stevige middenvelder. Ja, hij moet nu misschien nog net iets meer kansen krijgen in een lager aangeschreven competitie in de Ligue 1. Als hij daar echt een vaste plek in de basis weet af te dwingen, dan is hij er klaar voor om de stap te wagen. Ken jij hem, Wart? Het is de aanvoerder van onze nationale belofteploeg. Ja. Heb je er al van gehoord of gezien? Ja, ik heb er al van gehoord. Ik heb er al van gehoord, maar ik volg de Franse competitie niet zo. Uh,
maar ik heb wel een goed onderbuikgevoel bij hem. Ja. Grote gast, goede voeten. Ik denk wel dat hij het... Slimme kop op zijn schouders. Ja, want misschien ben je dan ook bezig. Je zegt het middenveld nu is niet geweldig. Ben je ook wel bezig met profielen die in aanmerking komen, hè? Of niet? Tuurlijk. En een jonger hoe beter. Hè? En jonge gasten. En een Belg is ook wel altijd fijn. Ja. Want Lukaku heeft ook bij United gespeeld. Hoe heb je dat beleefd? Ja, ik was fan. Toch wel? Ja, ik was fan. En als je... Maar Lukaku, je moet, net zoals je met Ronaldo nu ook, je systeem moet aanpassen, moet je bij Lukaku ook doen. Dat weten we nu toch al ondertussen. Ik hoop dat toch wel meeluistert. Ja, die heeft een bepaald systeem nodig. En dan is hij de topschutter van de Premier League. Mm-hmm. Ja, dan komen we meteen... We gaan nog wel verder praten over Ronaldo, maar komen we bij Lukaku. De statistiek van dit weekend, Michael, je hebt 7 baltoetsen. Mij doorgestuurd ook. Ja. Vertel. 7 baltoetsen en de aftrap van de eerste helft is er daar eentje van. Daar is veel tamtam rondgemaakt. Maar ik heb wel naar de beelden gekeken. Ze hebben daar die 2 schoten, die goede schoten die hij aflevert, niet bijgerekend, omdat het dan uiteindelijk buitenspel was. Dus hij was zeker niet aanwezig in de wedstrijd. Is dat zijn eigen schuld? Dat is een andere vraag. Gedeeltelijke verantwoordelijkheid, zei Alan Shearer op Match of the Day. En ik volg Shearer daar wel een beetje in. Maar je kan niet zeggen dat hij niet gevaarlijk geweest is over de 90 minuten. Hij werd ook niet goed aangespeeld door zijn ploegmaat. Was ook een beetje kwaad op Pulisic. Pulisic kreeg inderdaad de bambliksems. Maar wat ook wel een probleem was in die wedstrijd, was dat er, de echte vleugelbacks, die van Chelsea, een goed team maken en die eigenlijk ook ervoor zouden moeten zorgen dat er voorzetten komen voor een spits van het kaliber Lukaku. Die zijn geblesseerd, hè. Die zijn niet inzetbaar. Chilwell is al even oud. Reece James is ook geblesseerd. En Azpilicueta was zelfs niet eens fit genoeg. En Christensen stond daardoor op de vleugelback. Ja, dat begint het probleem al voor Lukaku. Maar langs de andere kant, je hebt ook de beelden gezien. Hij bood zich ook niet constant aan. Hè. Hij liep niet... Ja, als een bezetende de diepte in om ballen te vragen. Hij moet zichzelf ook wel een beetje forceren om die op te eisen, die ballen. Dus, en dat gebeurde net iets te weinig. En wat hij bij United misschien ook had, Bart, is als hij voelt dat hij niet door iedereen geliefd is, dan is hij misschien al 30% minder goed, of niet? Ja, je moet hem wel... Allee, je moet hem pamperen, gast, denk ik. Ja. En daar is niks mis mee. Ik denk dat er veel goede spitsen dat nodig hebben om een paar procentjes... Maar Tuchel ligt daar Tuchel niet wakker van. Pampers. Maar ik denk ook niet dat Tuchel echt groen licht gegeven heeft voor die transfer. Ik denk echt dat het eerder Abramovic is geweest, die zijn oude poulain wilde terughalen, die niet is kunnen doorbreken in eerste instantie. En daar ook wel een soort symboliek rondhangt van het is zijn lievelingsclub, hij wil terugkeren, hij wilde per se bewijzen dat hij op dat niveau wel kan. Ja. En nu is het een soort kapitaalsvernietiging. Hè? Het is misschien een beetje een gelijkaardig verhaal als met de man die we net hebben genoemd, hè, Pogba. Je betaalt er ook veel geld voor, terwijl je hem eigenlijk al kansen had kunnen geven vroeger. Ja. En het loopt niet goed. En denk zelfs dat Lukaku, als Inter niet de financiële crisis meegemaakt vanwege de corona, had hij nooit teruggekeerd, denk ik. Dat heeft hij ook al zelf gezegd in een interview. Ja, dat interview dat blijft hem achtervolgen natuurlijk. Hè. Dus Lukaku, gaat hij starten, denk je, Michael? Die gaat naar die match morgen? Ik hoop van wel. En ik hoop dat hij dan... extra gemotiveerd zal zijn. Hè. Dus dat voor de Belgische kijker van Pix Sports is dat mooi meegenomen, maar ik vrees er een beetje voor. Dus, En verwacht je Onana in de basis? Niet meteen. Hè. Ik ben niet zo'n grote fan van die Cheka. Ik kwam eigenlijk nog wel... Want het is wel een wedstrijd waarin ze in principe misschien een meer verdedigend profiel kunnen gebruiken. Hè, op Stamford Bridge. Ja, en het loopt niet al te goed in de Ligue 1 de jongste weken bij Lille. We hebben nu ook, het hele seizoen eigenlijk al. Hè. Ja, elfde, staan 11e. Dus, titelverdediger. Maar het verschil met de top 4 is wel maar 6 punten. Hè, dus dat is nog overbrugbaar. Maar ja, de wedstrijd van dit weekend, van vrijdag, tegen Marmes, was niet veel soeps. Ze zijn dan ook van het kastje naar de muur getikt door PSG, wat geen schande is. 1-5 verloren toen, ja. Maar ik vind het dan straf dat die dan wel in die groep met Wolfsburg, met Sevilla toch groepswinnaar worden. Dus, dat wel, maar het was niet de sterkste groep. Hè. Dat is ook waar. We zijn vorige week op bezoek geweest bij Amadou Onana. De volledige reportage met hem kunt u morgen zien in onze voorbeschouwing. Maar we kunnen wel al een teaser laten horen. Het is in Frans uiteraard. Het is een nederige kerel, Onana. En bij de tegenstander bij Chelsea speelt er ook een nederige middenvelder. En dat is een van zijn voorbeelden. Het gaat over N'Golo Kanté. C'est un exemple pas que pour les joueurs de foot, mais pour tout humain. C'est un joueur exceptionnel qui joue au plus haut niveau, mais qui reste vraiment très humble, les pieds sur les pieds sur terre. Donc c'est un exemple, tout simplement. Un homme très généreux, très calme, très très posé. En tout cas, c'est le sentiment qu'il donne vers l'extérieur et franchement beaucoup de respect. Et par rapport aux joueurs,
un joueur qui n'arrête pas de courir, qui est partout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ça. On dirait qu'il a 5 poumons. Il court partout, il est en défense, en attaque, à gauche, à droite. Un joueur de renommée. Ja, het is een correcte analyse, denk ik, als het over Kanté gaat. Maar wat jij daarnet zei, Bart, ik heb er een goed gevoel bij Onana. Als je hem hoort spreken ook, vind ik, hè, dat is zo'n nuchtere kerel. Nee, normaal, 20 jaar. Die is 20. Ik denk dat hij ver gaat komen. Gevallen, hè. Nee, dus, vlotte prater. Ja. Maar ik wilde eigenlijk nog weten van Bart, want jij vroeg dan of dat hij al bezig is met scouting eigenlijk. Wie hij wel wil. Ja. Maar speel jij ook voetbalmanager of zo? Heb ik veel gespeeld. Ja, heb ik veel gespeeld. Ik ben nu al een paar edities dat ik het niet meer heb. Afkicken is nodig een keer je de 30 gepasseerd bent, hè? Ja, niet? Ja, en dat is ook zo in mijn geval. Heb ik wel veel gespeeld, ja. Heb je zelf gevoetbald? Ja, geprobeerd. We gaan van Mechelen? Nee. Nee. Dat ben ik niet geraakt. Sporting Mechelen en Sporting SK Heffen. Sporting Mechelen, dus naast Racing en het KV is er nog een derde club? In de provinciale reeks, ja. Sporting Mechelen, blauw-wit. Echte voetbalstad, hè? Hey, ongelooflijk. Kijk eens aan. En nu nog af en toe, of niet? Nee. Alright. Ik sport wel, maar geen voetbal meer. Nee. Goed, we kunnen misschien ooit eens, als we naar Amsterdam gaan voor die reportage, dan gaan we daar een pleintje opzoeken en dan spelen we... Ik woon naast het Noriplein. Oh, oké. Okay. Ik Noriplein, daar woon ik, naast het pleintje. Ja. Goed, om verder te gaan over Onana, die heeft ook nog gesproken over een andere topspits die in die affiche in actie kan komen. Dat is Jonathan David, die kennen we natuurlijk van bij Agent. Pour moi, c'est sans aucun doute. Je ne dis pas ça parce que j'ai une très bonne relation avec lui. Non, mais je pense que les qualités qu'il a, c'est des qualités pour aller chercher le très haut niveau. Et c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Quand tu le vois jouer, qu'est-ce qui te frappe? Pourquoi tu dis il a les qualités? Mais quelle qualité il a? Son aisance technique, sa finition devant le but. Pour moi, c'est un tueur devant le but. Son flair, son sens de l'orientation. Il sait tout faire. Il sait contrôler un ballon. Il sait remiser. Techniquement, il est à l'aise. Pour moi, c'est un... Een attaquant modern, tout simplement. Ja, een moderne spits. Snel, trefzeker, technisch goed. Ik denk dat hij ook daar gelijk heeft. Maar, Michael, hij heeft al een tijd niet meer gescoord in de Franse competitie. 6 wedstrijden zonder goal. Ja, je bent maar zo goed als het collectief natuurlijk. Ja. Dus het loopt minder voor Lille. En dan maar toch had hij minder... er al 12 voor nieuwjaar. Ja. Misschien de zaak, zoals Van Nistelrooy, ex-United-speler ooit zei, de ketchupfles. Hè. Ja. Als er eentje komt, dan komen er ineens kei veel. En dan is het morsen geblazen. Maar wie weet, lukt dat tegen Chelsea? Ik heb er een klein beetje mijn twijfels bij. Of dat hij... hij komt daar tegen een Rudiger. Hè. Dat is niet de minste. Hè. Ik bedoel, die zal wel wat stoten uitdelen. Dus ik denk dat het een moeilijke avond wordt. Het is al een succes als je de wedstrijd uitspeelt. Hè. Denk maar aan Kevin De Bruyne. Jonathan David. Hij stond trouwens op de cover van de Gazzetta dello Sport afgelopen weekend. Want er is een link met Inter. Dus dat is ook wel interessant in de match tegen Lukaku. Dan gaan die spitsen zeker in de gaten houden. Goed, de volledige reportage dus. Dat is voor morgen in onze voorbeschouwing. Dan gaan wij in snel tempo naar onze laatste rubriek. Ja, Bart, we doen hier altijd voorspellingen. Dat is een beetje de glazen bol bovenhalen. Het is vooral ook een beetje reclame maken voor de mensen thuis die dat ook kunnen doen op de website prono.pix.be. En er zijn mooie prijzen te winnen. Michael, Villarreal tegen Juventus, dat is de andere wedstrijd van dinsdag. Zou het een verrassing zijn als Villarreal Juventus uitschakelt? Nee, want Juventus heeft gigantisch veel geblesseerden. Dus, Noem ze maar eens op. Hoeveel zijn er ik vind het ergste vind ik de afwezigheid van Paulo Dybala, want ik heb een ontzettende boon voor Dybala. Maar dan in verdedigend opzicht is er niemand fit, denk ik. Weinig. Als zelfs al Rugani niet meer fit is, dan zijn de opties voor Allegri om een centrumverdediger te zetten gewoon helemaal op. Bonucci gaat misschien speelklaar geraken, heb ik gezien. Alexandro heeft kennelijk centraal gevoetbald afgelopen weekend. 1-1 tegen Torino in de derby, dat was blijkbaar heel erg slecht. Chiesa is oud tot het einde van het seizoen. Dus, pronostiek liever? Over de twee affiches of alleen de eerste? De eerste voorlopig. Wat wordt het in Spanje? 2-1 voor Villarreal. En je denkt dus dat ze ook kunnen standhouden, als ik het goed begrijp, in de terugmatch? Ja. Juventus, is dat een ploeg waar je sympathie voor hebt of die je volgt? Nee. Ik heb wel een vriend die Juventus-fan is, dus ik moet misschien wat inhouden. Maar nee, ik heb niks met Juventus. En wat zegt hij over het seizoen van Juve nu? Die is niet zo happy natuurlijk. Ja. Want, ja.
Ik heb gezien dat ze 12 matchen ongeslagen zijn, Michael, mm-hmm. in de Serie A. Maar dat Allegri toch nog bakken kritiek krijgt, omwille van het spel ook. Ja, er zijn ook heel veel gelijke spelen hè, over die 12 wedstrijden. Ja. Ze hebben ook weer... ik heb de wedstrijd tegen Atalanta gedaan voor de conculega's van Eleven. En daar zijn ze weer zo door het oog van de naald gekropen. En dat gebeurt zo vaak bij Juventus. En als je gewoon de vergelijking zou maken met Andrea Pirlo, hè, die het kind van de club... Die daar een geweldige carrière als speler heeft gemaakt, maar dan overnam. En ze dachten, ja, dit gaat wel lukken, want hij heeft een fantastische thesis geschreven om zijn diploma te krijgen. En dat liep helemaal mis, maar die had gewoon evenveel punten of beter gedaan dan Allegri tot dusver. Maar ja, Allegri gaan ze nu niet aan de kant schuiven. Hè, want dat is natuurlijk iemand die wel titels heeft gepakt al in zijn carrière met Milan, met Juventus. Maar het spel is gewoon even slecht of zelfs slechter. Ja, Vlahovic, dat is wel een interessante spits. Dat was misschien iets voor United geweest, hè? Ja. Ja, dat ik wel graag zien komen. En ze hebben ook United met een Nkunku van Red Bull Leipzig aan overeenkomst. En dan toch niet gedaan om... Ja... Zou ook iemand zijn die past in het Ragnarok voetbal. Vlahovic vind ik nog wel misschien een voetje hoger. Ja. Want als we over Mbappé, Haaland praten, komt heel af en toe ook Vlahovic mee in de debatten. Dus dat zegt eigenlijk al wel voldoende. Hij was als een komeet gestart, hè, met anderhalve goal. Op zijn debuut scoorde hij. En dan in de Coppa Italia, on goal of zelf gescoord, daar was nog een beetje discussie over. Maar tegen Atalanta was hij niet goed. Gigantische schwalbe gedaan. En dan ook tegen Torino was hij blijkbaar nog minder goed. Dus nog een klein beetje aanpassen. Er moet ook aanvoer zijn. En dat is ook een probleem, zeker als Dybala niet meespeelt. Villarreal, dat is ook de ploeg van Danjuma, Wart. Ik hoorde je daarnet zeggen, nog voor de uitzending, ja, dat is wel een speler die mij bevalt. Ja, dat vind ik echt, daar ben ik een grote fan van. Ik zie niet alle matchen integraal van Villarreal of zo, maar omdat een Nederlander is, wordt hem ook vaak in de Nederlandse programma's aangehaald. En ja, dynamisch, een goede actie en ook een uitstraling waar ik dan fan van ben. Ja, show niet veel grinta. Hè? En ook sympathiek. Hè? We hebben hem kunnen bellen het begin van het seizoen, heel toegankelijk. Ja, en hij maakte een hat-trick afgelopen weekend, dus die is wel in vorm. 1-4 gewonnen bij Granada. Jouw pronostiek voor die Villarreal-Juventus, Wart? 3-1. 3-1? Oké. Okay. Ja. Twee mannen die gokken op Villarreal. En dan hebben we nog een laatste wedstrijd. Dat is Benfica tegen Ajax. Wart, je woont in Amsterdam. Mm-hmm. Ga je kijken naar Ajax? Soms ga ik met vrienden die, als ze een keer een ticketje over hebben, dan ga ik mee. Ja. Je bent nog niet bekeerd tot hele grote Ajax. Nee, dat kan ik. KV Mechelen, United. Dat kan niet nog een ploeg bij. Dat gaat niet. Dan verlies ik al mijn sociale contacten. Heb je liever Go Ahead Eagles supporter dan? Die zijn toch ook rood-geel? Rood-geel, ja. Deventer, leuke stad. En leuke supporters, Go Ahead. Ja. Maar ik denk dat ze hebben alleszins alle hoop dat ze de Champions League gaan winnen. Winnen zelfs? Amsterdammers. Okay. Ja, geen grap. De Amsterdammers, ook de kranten, de sportjournalisten? Ah, nee. Ja. De mijn omgeving, de supporters. Ja. Dat is na die 18-18 in de poelenfase. Exact. Ja, en ook gewoon, ze gaan kampioen worden. Hè. En nu met Overmars wel natuurlijk wel even een smet. Maar voetballend denk ik dat ze bij FICA ook verloren seizoen. Hè. 12 punten achter. Die staan ver achter Porto. De eerste twee. Ik vrees voor Vertonghen. Ja, het zou kunnen dat het een lastig weerzien wordt met de ex-club. Hij heeft er natuurlijk al tegen gespeeld met Tottenham. Ze hebben 1-5 gewonnen, Michael, in de poelenfase van Sporting. Mm-hmm. Daar, in Lissabon. Sporting heeft onlangs de Ligabekerfinale gewonnen van Benfica. Dus denk je ook afstraffing voor Benfica? Of hoe zie je dat? Ze gaan er sowieso uit, maar ik denk niet dat het zo pijnlijk gaat worden. Ik denk... Ja, nu is het in Lissabon, hè? Dus ja. 0-2 verliezen en dan de... Ja, de return 2-0 of zo. Ja, dus ze zijn favoriet. Jouw pronostiek, ruime nederlaag? Of? Ik hoop voor Ajax dat ze... ik denk 2-1 voor Benfica. Toch wel? Van onderschatting, wat ik vaak terugzie bij... En dat ze het dan wel thuis met peper in hun gat goed maken. Oké. Maar ik zeg nu 2-1 Benfica. Dat is interessanter ook voor de neutrale. Ja, dat zou niet zo slecht zijn. Want Sporting, die heenwedstrijd tegen City, die 0-5, dat was toch een beetje jammer. Ja. Goed, mannen, onze tijd zit er eigenlijk al op. Dus vraag ik nog snel, Wart. Wie mag er dan volgend seizoen coach worden van Man United, als Rangnick weggaat? Als ik van nu de namen heb, dan zou ik gaan voor Luis Enrique. Michael, jij als Spanje-kenner, die naam? Er zijn inderdaad drie namen die naar voren geschoven worden. Ten Hag, Pochettino en Luis Enrique. Ik denk dat het Pochettino gaat worden, maar ik zou Luis Enrique ook de beste keuze vinden. Ja, ik vind Pochettino de minst goede keuze. Ja, waarom? Omdat hij bij Tottenham bewezen heeft dat hij geen prijzen wint. Ja, dat heeft misschien meer met de club te maken dan... Ja, maar zelfs bij PSG wordt het toch... ze gaan nu wel, maar... Ik weet het niet, nee.
om dan Kane te kunnen gaan halen, 29, die daar topdollars voor betalen. Nee, frisse wind, Luis Enrique. Kijk wat hij met Spanje gedaan heeft. Ja. Van nul jonge spelers. Kijk, en dat gecombineerd met onze academie, dan denk ik, ja, dat is een goede match. En niet verbonden aan Ferguson, dus ook geen Solskjaer van, oh, ik moet dat hier echt gaan kopiëren. Frisse wind, maar toch met een DNA, United DNA. Dus ik ga voor Enrique. Ja. Perfect. Interessante maanden, Wart. Misschien nog even doorbijten, maar er komt een nieuwe wind. Ja, altijd. Alright. Goed, Michael, Wart, dankjewel voor jullie analyse. Ja, het was heel interessant, we hadden nog wat langer kunnen doorpraten. Maar dat gaan we dan morgen doen, hè, op de televisie en onze voorbeschouwing op de volgende achtste finales. De achtste finales van deze week. Bedankt voor het luisteren of kijken en graag tot binnenkort. Ciao.